De junks en dealers van Perron 0, de meiden van de Keileweg en de drugstoeristen in Spangen. Deze week in 7 minuten blikken we terug op de roerige jaren 90 en de jaren kort na de eeuwwisseling, toen Rotterdam te maken had met grote drugsproblemen in de stad. En waar zijn de verslaafden nu gebleven? In deze aflevering spreken we met Liesbeth. Ze leefde jarenlang met een verslaving, maar heeft haar leven nu weer op de rails. Maar eerst gaan we op pad met oud-wethouder Marianne van den Anker. Ze maakte zich hard voor de sluiting van de Keileweg en het lot van de vrouwen in de prostitutie. Nou, ik ging vaak in mijn eigen tijd, dus ofwel 's ochtends vroeg of 's avonds laat nog naar de Keileweg toe om daar te praten met die vrouwen. En ik kwam weer een keer 's ochtends vroeg aan, want dan wist ik ook altijd dat het met vrouwen, als ze er dan nog liepen, eigenlijk die nacht heel slecht was gegaan. Hadden ze te weinig geld verdiend, dan konden ze nog niet weg. Dan kwam ik 's ochtends om 7 uur aan. Was er een timmerbedrijf busje wat aangereden kwam met 4 man erin. Ik denk, nou, die gast ga ik even bellen. Dat zijn eigen personeel hier nu op de Keileweg reclame voor hem aan het maken is. Ik was zeer geschokt. De vrouwen die tippelen zijn vaak zwaar verslaafd. En voor hen is de Keileweg de enige uitweg om geld binnen te halen voor hun doop. Met het tippelzone wilde de gemeente het probleem beheersbaar maken. Maar in de praktijk is de zone een magneet voor randfiguren. Nou ja, dan hier al, je zag het echt zwart van de verslaafde mannen. Nou ja, en dan hier denk je nog van, ja, hier heeft niemand last van. Dat klopt ook, hè, want hier wonen nauwelijks mensen. Maar daarachter, jongen, half Delfshaven. Die hadden gewoon allemaal last van die vrouwen en al die mannen die hier in hordes vervolgens voorbij liepen. Het college van burgemeester en wethouders in Rotterdam wil alle verslaafde prostituees van de straat. Desnoods gedwongen. In opvanghuizen die verspreid liggen over de stad. Nou, dan kijk je hier langzaamaan de schotten in. En die schotten die staan zo dwars met die rode paaltjes. Nou, daar reed je met je auto naar binnen. Eerst ging je hier een loepje maken. En dan keek je of dat een vrouw was van jouw gading. Dan moest je natuurlijk nog onderhandelen. En als ze een dealtje hadden gesloten aan het eind van de avond, zeg maar, richting de vroege ochtend, werd het steeds goedkoper. Dus het was echt verschrikkelijk. Je kon hiervoor, nou, €40 kon je helemaal alles doen met een vrouw. En een blowjob kon je aan het eind van de avond soms voor €5, begin van de ochtend. Ongelooflijk. Wij spraken vorige week daags na de sluiting van de Keileweg met een paar meiden op straat. En die zeiden dat ze gewoon nog aan het werk waren. We moeten toch aan geld komen. We zijn niet afgekikt of zo. Wat de gemeente denkt dat we in het zorgcentrum zitten. Dat alles geregeld is. Ik ben een lang gebruiker en ik bedoel, ik moet toch aan mijn geld komen. Op basis van de manier van werken met de Keilewegvrouwen, maar dat hebben we natuurlijk veel breder aangepakt met alle 4 de grote steden, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag, is er een plan van aanpak gekomen, een zeer gedegen plan om op tijd te signaleren wanneer het met mensen niet goed gaat en dan ook in te grijpen. Dat lukt niet, hè, voor elke persoon in Rotterdam, want er zijn nog steeds hebben we maatschappelijke opvang, nog steeds dag- en nachtopvang, er zijn nog steeds verslaafde mensen in de stad. Maar ik denk dat we al met al het probleem zo klein mogelijk hebben gemaakt. En overzichtelijk en beheersbaar. En dan nog steeds is het heel tragisch dat er dit soort mensen in onze samenleving zijn. Want ik heb dan altijd te doen met hun leven. Dan nu het verhaal van Liesbeth. Liesbeth groeide op in de rebelse jaren 70. Ze luisterde naar de Stones, de Doors en Lou Reed. In de weekenden experimenteerde ze met drugs, maar verloor ze de controle. Op mijn 21ste ben ik ook heroïne uit gaan proberen. En ja, het is gewoon geleidelijk aangegaan, maar op een gegeven moment raakte ik mijn werk kwijt. En toen ging ik ook maandag en dinsdag hem vaker gebruiken. En toen is het meer bergafwaarts gegaan, zeg maar. Als je in de scene zit, dan vraag je altijd een ander van, weet jij nog een adres? En dan ging ik weer naar een of ander adres ergens in Spangen. En dan liep ik weer ergens midden in de nacht. En dan kwam ik weer ergens in een of ander pand waar de kakkerlakken op de muur liepen. En waar het heel erg rook naar heroïne ergens. En dan ging ik daar ook weer gewoon gebruiken. Wat is jouw dieptepunt geweest? Ja, dat ik gewoon doodziek op straat liep en geen geld had. En bij dealers kwam die de gekste dingen van je wilden. En ja, die misbruik van je maakten en dat soort dingen allemaal. Hè. Dus het is gewoon, ja, het is ook heel zwart.
na heel veel pogingen bleven een aantal hulpverleners in mij geloven. En van je kan het, weet je, ook al mislukte ik. En dan bleven ze toch in mij geloven. En dat heeft mij heel erg geholpen. Dus op een gegeven moment was het gewoon de laatste keer. En toen heb ik ook mijn vriend toen ontmoet. Mijn man, zeg maar, waar ik nu twee prachtige zoons van heb. En die nu ook al volwassen zijn. En dat was de ommekeer. Ook de liefde voor fotografie hielp Lisbeth er weer bovenop. Ze is nog dagelijks bezig met haar passie. En met succes. Haar internetpagina op Instagram heeft duizenden volgers. Alles is heel mooi om ons heen. En mooie wolken, licht, de herfst, de lente, alles. Dus ik zie altijd wel iets moois. En als je eenmaal fotografeert, dan let je daarop. En dan zie je heel veel mooie dingen om je heen, constant. En dan moet ik dan een foto van maken. En dan word ik daar weer heel blij van. In de Pauluskerk staat de tekst: het goede overwint het kwade. En dat heb ik ook altijd zo ervaren. Ja. Vind je het leuk zo bezig zijn? Ik wel. En dan heb ik iets te doen aan de hele dag zitten. Dan ga je slechte dingen denken. En ik ben blij dat er zulke plaatsen zijn, dat ik heel... Als deze plaats niet zou zijn, denk ik dat ik misschien gek zou worden.